bedankt. Graag gedaan. Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Ik ben Mary Voorthuizen en ik kom uit Den Helder. En ik wil een plaatje aanvragen voor mijn broertje. Die heeft een kapsalon en hij stopt ermee. Ik heb zo hele, vele grote zorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben van RTV Noord-Holland. Nou, wat leuk. En ik heb een verrassing voor u. Nou, dat is prachtig. Hij is nu 65 en hij, om gezondheidsredenen stopt hij er ook mee. Van wie heb ik dat gekregen? Heeft u enig idee? Nee, helemaal niet. Welke plaats? Als je haar maar goed zit. Als je haar maar goed zit, dan zit je haar wel oké. Dan moet je niet meer zeuren, dan doet het al zo ver. Hij doet het nog met plezier. Maar ja, er zijn dus omstandigheden dat je ermee moet stoppen. En wat zijn die omstandigheden? Hij heeft Parkinson gekregen. Ik heb één keer iemand in zijn oor geknipt. En dat was omdat ik griep had. Had ik eigenlijk beter in mijn bed kunnen blijven. Heb ik een plakje van de oor afgeknipt. Oh. Ze komt nog steeds. Oh. En ik zie u nu ook trillen met uw hand. Ja, ik heb een paar jaar geleden Parkinson bij me geconstateerd. En dat als ik maar op tijd nou mijn pilletje neem, en dan ben ik nou wel weer aan toer. Dan trilt u minder? Dan tril ik wat minder, ja. Maar dat lijkt me wel vervelend, vooral in het uitoefenen van uw vak. Van uw vak, ja. Ja, dat is, het is nog niet bepalend. Maar het is een niet makkelijk erop geworden. Mijn zus, van je familie moet je het maar hebben. Ja. Wat een verrassing. Nou, leuk, maar ook. Geweldig. Nou. Ja. Je wordt er emotioneel van. Ik word er heel emotioneel van. Wat een verrassing. Nou, wat vindt u ervan? Ja, geweldig. Ik ben de zus van dit. Ja. Ik word de laatste tijd al zo verwend met zoveel aandacht. Maar het is je gegund, hè? Nou. Nog vele goede jaren.